Deze nieuwsuitzending is heel actueel. Ik ben net terug van een sollicitatiegesprek waarbij ik ben aangenomen. By the way, ja, je mag me feliciteren. En ik loop hier op weg naar huis langs de grote bioscooptoestandgebouw op, op het kerkplein. En er staat een film aangekondigd. Die gaat morgen in première. Apollo 11, the movie. De krijgen we nou. Pak even een kopje thee hoor. Ik moet even bijkomen van de schrik. En op die poster uh, lovende kritieken natuurlijk. De allerbeste film over space ooit gemaakt. Iets met uh, This movie is awesome. Nou, ja, het is natuurlijk ook reclame. Hè? Allemaal van vijf sterren. Dat ja, zal wel hoor. Echt een vijf sterren film. Apollo 11. Ja, en jullie, uh, vooral uh, de, de jongere kijkers, alles onder de 30. <laughs> ja, die weten er natuurlijk helemaal niks van. Dus wat was Apollo 11? Ja, ja toen was je nog niet geboren, hè? Nee. Ja, ik wel. Ik was toen... Uh, wat Tien of zo? Zullen we de wiki erbij pakken? Ja, dat is actueel hoor. Blijft vooral even hangen. Die film die gaat dus morgen, Ja, als je dit hoort, is hij al uit. Snel naar de bioscoop, zou ik zeggen. <laughs> Not. <laughs> maar dan word je wat duidelijk als je dit uitgeluisterd hebt. Apollo 11 en dan wiki. Even kijken hoor, hoe zit dat het nou weer in elkaar? Ik sta momenteel iets te uploaden, dus mijn internet is niet helemaal je dat. Kijk, hoor, wanneer was dat? Ik kan me herinneren, ik zie nog zo in mijn oog. Ja, zie je wel. Ja, ik zie het al staan. De lanceringsdatum was 16 juli 1969. Ja, dat was ik. Toen werd ik 10, moet ik zeggen. Toen was ik bijna tien. Mijn zusje was toen 3. Vier, zoiets. Ja, het was in de zomer, dat weet ik nog. Uh, zo'n woonkamer van de, de ouders van mijn moeder, en die hadden dus tv. En, ja, tv was in die dagen nog niet, iedereen had tv. Hè? En ik herinner mij dat de gordijnen dan dicht waren voor de zon, en dat je van die vage beelden zag, Houston, Houston. En ik vond er geen donder aan. Ik zat even te kijken. Ik dacht, oh, is dat het? Nou, uh, wat gebeurt er nou meer? Nou, er gebeurde helemaal verder helemaal niks. Ik vond het uitermate saai. En het zei me ook helemaal niks. Van ja, we gaan naar de maan. Ja, nou in. En dan wil je wat te zien krijgen, snap je? Zelfs tienjarige jongen wil je wat te zien krijgen. Weet ik veel? Dinosaurussen of zo. Wist ik veel? Wat er op de maan te beleven was. Nou, daar kwam ik al snel achter. Er was gewoon helemaal geen donder te beleven op de maan. Ik heb, denk ik, niet langer dan 10 minuten gekeken, hoor. En dan pliep, 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 pliep. Nee, Meer helemaal niet. Kijk, die lancering, dat was nog wel leuk. Een beetje met bommen en granaten, van die grote rookwolken, ja, dat zeg je nog wel wat. Als uh, tienjarig jongetje. Maar die landing op de maan, ja, gaat weer. Ja, dat weer. Dat heb ik wel echt saai. Je bent lekker buiten gaan spelen. Je bent gaan vissen ofzo. Ja, heb je ook niet veel te zien, maar dan heb je nog meer te zien dan met een maanlanding. Nog een dobbeltje en als je mazzel hebt, een mooie voren. En als je pech hebt, zo'n slijmerige blij. Geef die vieze handen van. Zo is ook zielig voor die vis, by the way, maar goed. Daar heb ik het nou niet over. Ik heb het over die maanlanding. Dat was Apollo 11. Dat was de eerste. Apollo 11 was the spaceflight that landed the first two people on the moon. Commander Neil Armstrong en Lunar Module Pilot Buzz Aldrin. Waar iemand nou Buzz heet, weet ik ook niet. Maar het schijnt een normale naam te zijn. Een eentje die bleef achter in de command module, en dat was Michael Collins. Die was dus helemaal in zijn eentje. En die ging dan in een, een lunar orbit, dus in een baan om de maan. Dus hij vloog dus in zijn command module, ging hij dus een rondje maken rondom de maan. En toen hij terugkwam na 21,5 en een half uur. toen. Hop, toen was die. die, die de Lunar Module. ja, de Lunar Module en de Command Module. Dus de Command Module. Die, die ging een rondje draaien om de maan. En die Lunar Module. die is geland op de maan. En na uh, 21 en een half uur. Uh, is die lunar module weer aangekoppeld met de command module en toen kwamen ze terug naar huis? Het is wel zo dat die command module, op het moment dat die lunar module ging aankoppelen, dat de command module voorbij vloog met een snelheid van ongeveer 1000 km per uur. zo moet je even gaan nadenken. Uh, stel je me even voor. Dus je, uh, uh, laten we uitgaan van een trein. En een trein rijdt maar 130 km per uur. Hè? Nou, en dan uh, moet jij uh, uh, ja, op die trein springen. Dan moet je aankoppelen. Je moet aankoppelen met die trein. Dan krijg je één kans voor. Nee, je mag niet oefenen van tevoren. Dat kan namelijk niet. Dus uh, niet zozeer dat het niet mag, maar je kan niet oefenen. Je moet het gelijk de eerste keer goed doen. Hè? Ja, hoe, hoe ga je dat dan toch? Je moet het toch een beetje oefenen, denk ik hoor. Maar het moment waarop je dan. Hè, je kan dus niet op het moment dat die trein voorbij komt gaan beginnen met aankoppelen, want dan ben je te laat. Dus je moet voordat die trein eraan komt, moet je al. Uh, hop. En dingen gaan starten. Ja, je moet zorgen dat je zelf een snelheid hebt van 130 km per uur. om aan te kunnen koppelen met zo'n voorbijrijdende trein, natuurlijk. Dat is een heel gedoe. Niet te hard en niet te zacht. Je moet, moet precies de goede snelheid hebben. Maar dat is dan kennelijk gelukt. Ja. En bij de Apollo 16 hebben ze zelfs een filmpje gemaakt van het. Uh, dat ze van de maan uh, opstijgen. De vraag is natuurlijk wie die camera heeft bediend. Want de Apollo 16, dat was maar een paar jaar later. Dat heb je nog steeds, of begin jaren 70. Dat is toch wel behoorlijke technologie die je daarvoor nodig had. Om een automatische camera te hebben. Oh, en wat ook apart is, is als uh, Neil Armstrong dan... Uh, uit die uh, lunar module komt. en hij zet dan de eerste voet op de maan. dat wordt gefilmd. Uh, maar door wie? Uh, het wordt niet van binnenuit. niet vanuit de lunar module gefilmd. nee, het wordt van buiten gefilmd. Dus daar hadden ze. in de lunar module. Uh, een, ja, een soort uh, buitencamera of zo. En die hebben ze alleen maar gebruikt om uh, te filmen dat Neil Armstrong uh, de eerste voet op de maan zette. Oeh. Ja, dat zijn zo voor die dingen dat je denkt, nou, dat was best wel een prestatie eigenlijk. Hè? En ook de, met die Apollo 16 uh, dat ze dan een filmpje hebben van dat de Lunar Module uh, omhoog gaat richting de Command Module die hadden ze toen ook. Hè? Dat trucje hebben ze een paar keer herhaald. En dan komt die command module weer voorbij met 1000 km per uur. En dan moet dus die lunar module die moet aanhaken. En dan zie je dus dat die lunar module opstijgt. En helemaal geen stofwolk, hè? helemaal niks. Ja. Terwijl het maanoppervlak, ja, dat ligt onder het stof. Dat is alleen maar stof, stof en stenen. En daaronder dan wel stenen natuurlijk. Maar de bovenlaag van de maan, ja, dat is geen aarde. Ja, dat is een stof. hebben ze zelfs een naam voor, huppeltje pup iets of zo. Neroniet of zoiets. Weet ik veel, ik zeg maar wat. Lunariet. Het is ook de vraag hoe, uh, hoe je dus in een omgeving waarin geen atmosfeer is, hoe je dan omhoog kan. Dan moet je denken aan een soort van veerwerking, want ja, je moet je ergens tegen afzetten. Hè. Als je in een vacuüm hangt, dan kan je niet. Eh, dus je moet, je moet duwen, zeg maar. Dus, ze hebben iets nodig van een, een veer, hebben ze nodig gehad, of zo. Maar ja, je moet wel duizend kilometer per uur opzij. die moet dus eerst los zien te komen van de, de zwaartekracht van de maan. Die is dan weliswaar maar 1 zesde van de zwaartekracht van de aarde, maar dan nog. Hè. Dus in plaats dat je, wat je op aarde dan uh, de moeite zou kosten om uh, 100 kilo uh, omhoog te brengen... dat is het op de maan, is diezelfde hoeveelheid, is dan nog steeds wat je nodig hebt om op aarde een ding van 16 kilo omhoog te brengen. Dat is 1 zesde. Het is wel een wat kleiner probleem, maar nog steeds een behoorlijk probleem. Ik weet niet hoe ze dat opgelost hebben, hoor. Weet ik echt niks. Onder deze uitzending staat trouwens een, een linkje naar een playlist. En daarin heb ik, bespreek ik de verschillende Apollo-missies... En dan ga ik uit van het officiële materiaal. Dat is me komen te staan op een copyright ban, by the way. Want veel van dat materiaal is gecopyrighted. Door de, ja, de Amerikaanse tv-stations of de NASA of whatever. Dus je mag het niet eens zomaar gebruiken. Vind ik ook flauw. Maar hier moet je maar even kijken. Daar zit vrij veel humor in. De, de Gaan we echt lachen, man? Want dat, kijk, je kan discussiëren, dus je snapt ook wel waar het over gaat, deze uitzendingen, deze nieuwsuitzendingen. Je kan discussiëren of we nou op de maan zijn geweest of niet. Nou, en ik ben net al begonnen met wat duitjes in een in zakje te doen in de zin van: Goh, hè? Yeah, hoe hebben ze die aankoppeling gedaan van de loon, Lunar Module met de Command Module op de terugreis? Want de command module voorbij met 1000 km per uur. Dat, dat lijkt me nogal hard hoor. Dat drie keer de aan uit. Nee, 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 dat zeg ik fout. Sorry, dat moet je even skippen. Sorry. ja, je ja. moet toch gewoon in zo'n. Hij, hij draaide om de maan en daarvoor heb je toch een bepaalde snelheid nodig. Want als je stil gaat hangen boven de maan als command module, of je vliegt te langzaam, ja, dan plet je je tegen het maanoppervlak aan. Dat lijkt me dat nogal op. wie dus. dus je moet tempo hebben. Dat is zo. En dan kan je het dus uitrekenen. Het is niet eens zo gek moeilijk. Ik kon het vroeger op de, de haven, kon ik dat. Konden we ook dingen als uh, ja, dus hoe snel moet een satelliet bewegen in een geostationaire baan? Nou, kon ik hem uitrekenen. HAVO. Tegenwoordig wordt dat op de HAVO niet meer geleerd. Op de HAVO leren ze tegenwoordig hoeveel duizend gedeelde zeventien is, en dat die kinderen dat dan kunnen. Ik denk omdat mensen in een rap tempo dommer aan het worden zijn, of zo. Maar ze gaan binnenkort allemaal naar Apollo 11, die movie. Het <laughs> ja. zal vast wel een mooi drama zijn. Ook iets met vrouwen erin, denk ik. Die goed gecast zijn, met uh, die intelligente borsten. die vertrouwingwekkende beeldpartijen. ik vond het wel een hele goede rol van die vrouw van uh, Neil Armstrong. Ik zal er wat meer filmpjes onder deze uitzending zetten. De, de, al die film van, uh, weet je nou ook weer, die fan. A Funny Thing Happened on the Way to the Moon. Die man heet. Uh, weet je nou. Hij schiet me zo te binnen. Net, net, net had ik zijn naam. Maar ja. Oh ja, Bart Sebrel. Sibrel. S-I-B-R. Het zat hieronder trouwens. Bart Hij heeft er ook zo eentje met Astronauts Going Wild. Die is ook wel leuk. En er is ook nog een filmpje waarin Neil Armstrong zegt. Uh, en dan vraagt zo'n meisje van een jaar of 13. die vraagt aan Neil Armstrong. bij zo'n uh, PR-sessie uh, of zo. Hè? En dan is Neil Armstrong al behoorlijk op leeftijd. En dan vraagt ze aan hem. Waarom zijn we sinds 1973 niet nog een keer naar de maan gegaan? En dan zegt hij Neil Armstrong als eerste: Nou, uh, we zijn nooit daar geweest. We never went. Dat zegt hij zelf, hè? Neil Armstrong. En nou, dan kan je zeggen: Ja, die man is duidelijk uh, seniel. Hij kan niet goed meer uit zijn woorden komen. En hij is echt wel oud. En uh, ja, zijn brein doet het niet meer. Uh, hè? De Renault Clio die rijdt met Wim en Martin. Uh, die is oud, maar die doet het nog. Maar het grootste ding. Hè, waarom ze dus nooit meer opnieuw naar de maan zijn gegaan. Dat komt omdat ze niet weten bij NASA. Hoe ze het destijds voor elkaar hebben gekregen. Alle gegevens zijn. vernietigd. Alles. Ja? Ja, dit hoor je goed. Nu denk je eigenlijk: wat? W wat hebben ze gedaan? Dan meen je niet, nee, Peri, je hebt me voor de gek gehouden. Nee, dat kan niet wat je nou zegt. Nee. Het, uh, ik vind ook dat het niet kan. Dat kan je niet maken. Uh, je, je bereikt dan als team, als organisatie, als club mensen, dat heeft enorm veel geld gekost. Uh, bereik je iets voor het eerst in het bestaan van de mensheid. En dan ga je vervolgens alle gegevens ga je vernietigen. Alles. En bij de NASA zeggen ze zelf. Want, uh, ja, uh, wij kunnen niet nog een keer, want we zouden niet weten waar te beginnen. We weten niet hoe ze het gedaan hebben. En als we er nu over gaan nadenken, dat zeggen ze ook nog: als we dat nu dan moeten, als je dat nu zou vragen aan ons, dan zouden we zeggen, nou dat kan helemaal niet. Zegt de NASA zelf, hè, heet het een dagen. Dat nou, kan wel, maar dan moeten we toch eerst een paar uh, ernstige uh, noten gaan kraken. Zoals, uh, hoe komen we door de Van Allen belt? Dat is een stralingsgordel. Een belt is een gordel. Een Van Allen, dat is de naam van de man die heeft dat uitgevonden. Dus als je maar hoog genoeg gaat boven de aarde, dan vooral rond in de regio van de Evenaar, waar ze die raketten wegslingeren. Om gebruik te maken van de middelpuntvliedende kracht. Dus als je dus op de, op de Noordpool een raket wegschiet. Ja, dan moet je alles, alle ontsnappingstoestanden energie. die moet je zelf veroorzaken. Als je dat doet via de Evenaar. dan heb je nog die draaiing van de aarde. die een handje meehelpt. De raket wordt als het ware weggeslingerd. door de aarde, door de draaiing van de aarde. En juist daar zit die, uh, die stralingsgordel. daar ga je dus geen zonnestraling, nee, het is radioactieve straling. Hoog energetische straling. Kortom, voor een mens is dat levensbedreigend. En uh, er zijn machines kapot gegaan, de metapparatuur die ze omhoog hebben gestuurd. En dan kwamen ze weer terug en dan waren ze kapot door de straling. Er is ook een uitzending van de NASA waarin ze dan een verhaaltje houden over het gaan naar Mars. En dat ze dan stilstaan bij die Van Allen belt. Van ja, dan moet je wel twee keer erheen. Eén keer op de heenweg en één keer op de terugweg. En hoe ga je ervoor zorgen dat je apparatuur veilig weer thuis komt? De NASA zegt hetzelfde. En iemand als Marco, dat is een vriend van mij. Die, die kent dan mijn twijfels. En die zegt dan van ja. Maar waarom zouden ze, dan de heleboel, waarom zouden ze dat doen de heleboel voor de gek houden? Zeg ik nou om te beginnen voor het geld. Hoezo zit hij voor het geld? Dat was hartstikke duur. Nou, dan moest ik Mar Marco dus uitleggen. Maar ja, het was hartstikke duur als je het echt zou doen. Maar als het enige wat je moet betalen is dat je zorgt voor wat uh, knipperende camerabeelden. en een zaal vol met uh, uh, mannen in witte overenden met zwarte stropdassen die sigaretten roken en staren naar een terminal. en dat is het enige wat je hoeft te doen. Ja, nog een keer iets met een Amerikaanse. Uh, uh, dus een ackefietje op zee of zo. Dan moet je. Uh, en dan moet je even, de, de het heet het de splashdown, want die moet dus ook gefilmd worden. En ja, dan moeten wat acteurs moeten erin en ja, that's it. En wat krijg je ervoor betaald? Die hele maanlandingstoestand, dat heeft miljarden gekost. Ik weet het niet precies hoeveel, er, maar echt bizar veel geld. En misschien 10% van het budget is uitgegeven aan, ja, wat ik net zei. Van een namaakmateriaal. Uh, zeg maar ook, Maar zo zijn mensen niet. <laughs> ja, 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 ja. Nou, zo zijn mensen wel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ze in Kroatië 1 miljoen mensen afgeslacht. En dat hebben ze ook nog buiten de geschiedenisboekjes weten te houden. En voor zover er boze mensen zijn geweest. die ergens dus in de 21ste eeuw. dus 60 jaar na dato. het internationaal gerechtshof in Den Haag uh, aangeschreven hebben. van. kunnen jullie een strafvervolging in gaan stellen. Toen dus zei het internationaal gerechtshof. nee, dat kunnen we niet. want het Vaticaan was erbij betrokken. en het valt buiten onze zeggenschap. Wij zijn het internationaal gerechtshof. en het gaat niet over het Vaticaan en wat hij uitspookt. Omdat die zijn alien of zo. Dat die, het Vaticaan heeft. Uh, de statutaire oprichtingsakte is op de, op de planeet Venus. Ofzo. En wij zijn alleen maar het internationaal gerechtshof van de, de wereld. He, mensen zijn wel daartoe in staat. Dit weten we echt. Dit is geen hoax wat ik zeg. Dit weten wij. En we zouden niet, in, uh, niet dezelfde slechtheid hebben... om zoiets als de maanlanding in elkaar te flansen voor het geld... Plus het feit dat hè, het aanhangende wat je veroorzaakt, dus hè, we hebben dan de Russen verslagen in de Koude Oorlog en, lalala, en iedereen kijkt tv en iedereen denkt, goh, wat is de overheid toch goed bezig, zeg. Ze gaan zelfs naar de maan. Ja, dat kan ik zelf niet. Wat is de overheid toch goed? Ja, het is een PR-campagne voor de overheid ook nog een keer. Een win-win situatie. Natuurlijk zat het zo in elkaar. Wat is dat nou? En als het gefopt is. En ja. Kijk, in die eerdere uitzendingen over de maanlandingen, dus die Apollo-playlist. Ja, daarin gaan we kijken naar die uitzendingen. Daarin wordt je duidelijk dat het beeldmateriaal dat is van een abominabele kwaliteit. Er zijn zelfs uh, uh, ja, dingen op tv geweest. En dan er stond eronder simulation. En dan zie je dus een of ander dingetje wat. Ja, gewoon een, een, een stuk kinderspeelgoed. Dat hangt aan wat Nederland touwtjes die je niet kan zien. En er is een achtergrond en die gaat van rechts naar links. En dan lijkt het alsof dat raketje van links naar rechts vliegt, doordat de achtergrond uh, voorbij uh, gedraaid wordt door iemand die uh, aan een zwengel draait. En dan eronder de letters uh, simulatie op zijn Engels. En dan zitten mensen te kijken naar een raketje wat stil hangt in beeld en een achtergrond die beweegt. En dan denken ze dat ze op basis van die informatie raken die mensen ervan overtuigd dat we dus daadwerkelijk naar de maan zijn gegaan. Want anders zouden ze toch nooit een stukje kinderspeelgoed aan twee uh, nylondraadjes hebben gehangen en dan iemand aan een zwengel laten draaien om de achtergrond te laten bewegen. Nee hoor, zo zijn mensen niet. Mensen houden elkaar nooit voor de gek. Dat is zo. Ja, wake up Teletubby. Ik ga lekker naar die film. Apollo 11, de movie. Ik denk de toegangsprijs uh, zal uh, hartstikke weinig geld zijn. Voor minder geld koop je een King James Bijbel A8,95 euro. Of een Statenvertaling Bijbel van 15,50. Je kan het toch even niet laten om reclame te maken voor manieren om je geld fatsoenlijk uit te geven. Een kaartje voor Apollo 11, de movie, kost je waarschijnlijk 15 euro. Een drankje in de pauze, en dat zal je nodig hebben, is belachelijk duur. En als ik jou was, zou ik uh, ja, je eigen gebrachte snoep meenemen. Dan ga je even naar de HEMA, koop je zo'n gezinszak met van die Engelse meuk of zo. Of de Albert Heijn, die heeft ook wel eens van die aanbiedingen. Dat is een lekkere zak met Albert Heijn snoep. Ja. Gewoon lekker stiekem eigen snoep opeten. Anders wordt het zo duur, joh. Als jij en je vriendin naar Apollo 11 gaan kijken, dan ook nog uh, al die drankjes en, en hapjes en zo. Dan ben je 50 euro armer als je thuiskomt. En waar je naar kijkt, ja, misschien is het een leuke film. Ja. De vraag is of we daar zijn geweest en ik zeg van niet. Ik zeg dat het bewijsmateriaal uh, niet overtuigend is. Dat is wat ik zeg. Het bewijsmateriaal heeft mij niet overtuigd. Ik zit nog best vol met vragen. Ik vraag me ook af uh, waarom de maansteen die overhandigd is aan. Willem Drees senior. Willem Drees dus. Die was ooit premier van Nederland. En ergens in augustus van 1969 kreeg hij met heel veel bombardie een maansteen overhandigd. Die heeft hij mee naar huis genomen. Nou, die is uiteindelijk bij zijn overlijden. is die maansteen naar de Universiteit van Amsterdam gestuurd. En daar is die even gecontroleerd op uh, authenticiteit. En daar bleek het te gaan om een stukje versteend hout. Nou, hoe kan dat dan weer? Ja, zei Marco. Want die geloofde in de maanlanding. Dat was gewoon een grapje. Maar ze zijn naar de maan geweest, toch? En ze hebben echt de stenen mee teruggenomen. Tja. Ja, en die foto van Neil Armstrong, hè, dat, of die film van Neil Armstrong. Dat is dus Neil Armstrong komt van het trapje af en dat wordt gefilmd. Nou, dat, kan je, dat kon je toen bekijken op tv. Ja, die opnames, die hebben ze dus niet weggegooid. Hè. Al die andere uh, opnames van de meetapparatuur en alles, die zijn, al die opnames zijn vernietigd. Maar niet die, hè, dat je Neil Armstrong uit die lunar module ziet stappen. Waarbij dus mijn vraag is, wie heeft dat gefilmd? Wie of wat? Een artificieel intelligente robot? Nou, dat je even weet, of voor jou als, als jongere, als uh, je 30 jaar een jonger, als, uh, jeugd zullen maar zeggen. Ja, dit is jouw erfenis, uh, baby. En het is heden vandaag, 26 juni 2019, en morgen gaat de film Apollo 11 in première hier in Nederland. Weet waar je naar nou gaat kijken, Joker? Zoals Bart Sebrel zei, kijk als je achter de aard van de aanslagen van 11 september komt, namelijk dat was Osama bin Laden helemaal niet. Nou, dat is niet echt een goed bericht. Daar word je een beetje reinig van. Maar als je erachter komt dat die maanlandingen in elkaar geflansd zijn. En dat is best dus een hele positieve. dan uh, zie je tenminste hoe ongelooflijk dom wij mensen zijn. <laughs> en er zijn geen doden bij gevallen. Nou, dat is nou niet helemaal waar. Want een van de eerste Apollo-missies. daar zat een man bij en die had in de gaten dat hij meewerkte aan fake. En die deed er een beetje moeilijk over en uh, die is uh, samen met zijn andere manningsleden uh, uh, ja, merkwaardig om het leven gekomen. Als was een ongelukje. Ja, het is maar wat. Maar het uh, gaat er lekker naartoe. Als je dat leuk vindt. Voor mij mag het hoor, ik hou je echt niet tegen. Maar waarom? Uh. Maar omdat het dus nieuws is en het gaat morgen in première op... Uh, nou ja, als je dit eens hoort is het al in première gegaan. 27 juni 2019. En uh, ja, dat was uh, absoluut nieuws. We blijven ermee bezig zijn. En als we volgend jaar weer een uh, film gaan houden over Apollo 12... Dan, uh, nou, dan, uh, <laughs> dan kom ik er weer op terug. En kijk vooral naar nou die dingen op die playlist hieronder. Dat wordt echt vet lachen, man. Daar heb ik echt mijn best op gedaan. Goed voorbereid. Een copyright ban gekregen. Strike-toestanden. Ja. Moeite van het kijken waard. En op zijn hamburg zag ik tjus. En dag lievers. Wiens voorouders niet naar de maan zijn gegaan.